Hallo, ik ben Levi, inboundmarketeer bij Bureau Vet. En ik ga jullie vandaag meenemen in de HubSpot Service Hub. De Service Hub bestaat uit drie onderdelen, zoals je hierboven ziet: de tickets, feedback surveys en de knowledge base. De feedback surveys en de knowledge base die zitten alleen in het Service Pro pakket. In de gratis variant van HubSpot kan je alleen gebruik maken van de tickets. Ik wil ook graag beginnen bij de tickets. Dit is een klein overzicht van hoe het ticket dashboard eruit ziet. Hierin kan je zien wat de lopende tickets zijn, of er nieuwe tickets zijn en of de tickets zijn opgelost of nog openstaan bij klanten. Bij Bureau Vet gebruiken we dit bijvoorbeeld als iemand een website aanpassing wil, dan kan je via een formulier deze aanpassing doorgeven. Als je dit formulier dan hebt ingevuld, wordt er automatisch een ticket aangemaakt in HubSpot. En deze komt dan automatisch bij onze developer terecht. Onze developer die zal dan het ticket op gaan pakken. Als hij het probleem heeft opgelost of het ticket heeft opgelost, dan zal de klant hier ook weer direct een mailtje van krijgen, zodat je dit deels kan automatiseren natuurlijk. Ja, de tickets tool is dus uitermate handig om de tickets te stroomlijnen en je klanten zo goed mogelijk te servicen. Dan door naar de feedback surveys. Ja, feedback surveys zijn eigenlijk mogelijkheden om enquêtes naar je klanten te sturen. Daarbij zijn er drie mogelijkheden. Je kan klanten vragen hoe tevreden ze zijn over de klantenservice. Dus als er een ticket is afgerond, kan je bijvoorbeeld ook automatisch, als je marketing professional hebt, een e-mailtje sturen met hoe tevreden zij waren over de service. Daarnaast kan je een customer satisfaction survey sturen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een mailtje dat je één keer per jaar stuurt van hoe tevreden ben je met de samenwerking met Bureau Vet. Of je kan de NPS-score versturen. Hierin kan je dus gaan checken hoe tevreden jouw klanten zijn volgens de NPS-score. Dit kan je bijvoorbeeld doen na het opleveren van een website, in ons geval. Dus als de website live is 3 maanden daarna, dan willen wij een NPS-score mail sturen, zodat wij hierop kunnen monitoren om te checken hoe tevreden onze klanten daarmee zijn. Dan heb je nog de knowledge base. De knowledge base is eigenlijk een vergaarbak van alle prangende vragen die klanten zouden kunnen hebben. Al deze vragen die ga je vanuit het klantenservice team bundelen en uiteindelijk weergeven op de knowledge base. Ja, eigenlijk met als doel om de klantenservice te ontzorgen. En tevens worden al deze artikelen ook geïndexeerd door Google. Dus voor je SEO is deze ook uitermate geschikt. Een artikel kan je gemakkelijk aanmaken door hier rechtsboven een artikel toe te voegen. Met de benodigde informatie. Daarnaast heb ik hier een voorbeeld van een knowledge base. In dit geval knowledge base van LeaseDeal. Hier staan bijvoorbeeld artikelen over wat precies lease is en hoe dat proces gaat. Dus hierin zijn alle vragen geborgd, zodat de klantenservice niet alle mailtjes krijgt over bepaalde leasevragen. En zodat klanten direct doorverwezen worden naar deze pagina. Ook kunnen deze artikelen rechtstreeks gebruikt worden in de chatbot. Dus als iemand een vraag stelt via de chat, dan zou je kunnen zeggen: als iemand vraagt naar de voordelen van lease, dan zou die chatbot automatisch dit artikel door kunnen sturen in de chat. Dus al met al super handig. Echter wel alleen te gebruiken vanaf Service Professional. Nu heb ik alle drie de puntjes van de Service Hub gehad. Natuurlijk hebben wij nog meerdere demo's van alle verschillende hubs binnen HubSpot. Deze zijn te vinden op ons YouTube-kanaal. En als je nou nog wat meer informatie wil, kan je natuurlijk altijd via onze website een HubSpot demo inplannen. Bedankt voor het kijken.